Fantastische foto, man. Ja, ik zie er zo fucking fancy uit, man. We gaan met een glasje champagne rondlopen en nu drinken. Alcohol is iets wat jouw denkende mind shut up. Would you like some champagne? Thank you, sir. Oh yeah, I am. Ik ben hier de lekkere chicks dus aan het versieren. Bonjour. Bonjour, we zitten in Amerika. Ik weet niet wat we aan het doen zijn. Ruzie aan het zoeken. Wat zou er toch aan de hand zijn? Hutch zei dat we niets mochten stelen. I don't care. Fine brandy. What is happening? Gotcha. Laten we gaan fucking gamblen, man. We're all the authors of our good fortune. Het gaat een pokergame worden met doorgestoken kaart. Ziet er hier wel fucking fancy uit, man. Ik moest naar Strauss kijken, right? Hij knikt nee. Oh, twee queens. Strauss knikt ja. Alleen gaan. Gokken is een goede investering, man. Apart. Dat escalated very quickly. Kieran is dood, denk ik. Of dit is gewoon een zieke prank. Deze gun reload traag, maar is wel effectief hoor. De nieuwe invention of the Wild West. Het is zo raar om mijn pistool te schieten in het Wilde West. Eekhoorntjes. Dat was een beetje gemeen van mij. Oké, we steken de eekhoorn gewoon in onze... Backpack. Ik heb ook eten nodig. What the fuck? What the fuck? Ik kan zijdelings lopen met mijn paard. What the fuck? Ladies and gentlemen. This is a robbery. Give me money. Is this trying to go to Tahiti? Nou, misschien wel. Let's go to Tahiti. Yeah, boy. Oh nee, bridge. Don't say anything you will regret, Arthur. What a fucking hurricane. Gewoon inbreken in mensen hun tuin. Crocodiles. Neem gewoon een kogel. Zijn ze niet dood? Eagle flies. Oké, het is tijd om Angelo Bronte te ontvoeren. Hallo. Come on, Dutch. Move your ass. Hack hier uit de weg, Bill. What the fuck? Goodbye. Waarom moet ik hier weer schietvuur zijn, man? Au, neem een beetje drugs. Neem een oatcakeje. Sneak into the factory. Danbury destroyed the document. Eagle flies, I'm coming to you, man. Coyote meenemen naar de slager, want waarom ook niet, hè? Oké, Pearson, ik heb een coyote voor jou. De rijkste bank van Red Dead Redemption 2. De Saint-Denis Bank. Let's go! Ladies and gentlemen, this is America! Goodbye, Hosea. Ja, ik sta midden in uw gezicht, vrouw. Boat is going kapot, I guess. We zijn op een mooi onbewoond eiland, I guess. Dit eiland ziet er eigenlijk echt wel fucking prachtig uit. Chapter 5, Guarma. We zijn slaven geworden. Sorry. Ziet er wel fucking random uit. En Guarma moet je natuurlijk een beetje eiland verkennen, hè, I guess. Oh, zo'n mooie vogeltjes. What the fuck gebeurt er überhaupt? Ik kan hier gewoon alles stelen. What the hell? Zij lijkt op een heks. Oké, ja, de bank joke heeft dus niets opgeleverd. Dat is een beetje gemeen. Even the mule doesn't believe you. You take the one on the right. Maar ik ga degene links pakken. Ah, dat lukt blijkbaar niet. Mes in je rug. En een Spaanse hoed. Dat is veel suiker. Bitches. Ik ben niet dood. Iemand heeft een drugpijl op mij geschoten. Mijn naam is Leviticus Cornwall. Probeer maar te ontsnappen. Even disrespectvol zijn en een hoedje oppakken. Neem een fucking volcano pistol, man. Die! This is kind of fun. Of course it's fun. Fucking boot. We moeten onze kapitein gaan bevrijden, anders komen we nooit op dit eiland. Goodbye. Captain, can you handle the ship? I'll be fine. Whoa, what the fuck? Ik gebruik de fucking gun, man. Die, you fucking piece of shit.